Deze maand is het jeugdboekenmaand. En lezen en voorlezen is natuurlijk heel leuk. Dit jaar gaat het niet met een voorleesvoorstelling, dus we hebben het op een andere manier gedaan. Voorlezen is niet alleen leuk om te doen, het is ook een stimulans voor de taalontwikkeling. Het prikkelt de fantasie en zorgt voor gezellige familiemomenten. Ook één keer per jaar in het Big in Peer verzamelen we om voor te lezen. Dat gaat natuurlijk niet door corona, maar daarom dat we voorzien in een digitaal voorleesmomentje. En natuurlijk is thuis voorlezen ook heel leuk. Een van de favoriete prentenboeken thuis is het boek De Boswachter. Hele mooie tekeningen waar de taken van de boswachter helemaal in worden uitgelegd. Ideaal natuurlijk voor Peer als onderdeel van Bosland. En voor de iets ouderen hebben we een boek De Gorgels. En daar is er een kleine jongen, Melle, die eigenlijk kennis maakt met kleine, donzige, pluizige beestjes en allerlei avonturen beleeft. Alvast een hele gesmaakt voorleesboek. Wat was jullie favoriete jeugdboek? Voor mij was dat alvast De Brief voor de Koning van Tonkje Draagt. Een spannend ridderverhaal dat ik meermaals heb gelezen. Een echte aanrader.